ja, dat is dus niet zelfrijdend. Jeetje. Nee. Ik zie drie pedalen. Ja, ja, drie pedalen. Hoe zit ik met die derde pedaal? Dat, met deze kever reden we naar Beijing en Kaapstad. Onderweg hebben we grenzen verkend en bijzondere mensen en culturen ontmoet. Nu rijden we met kleurrijke mensen uit het vastgoed langs en soms over de digitale grenzen op zoek naar innovatie. Oké, let's go! Thomas, we rijden in Rotterdam. We zijn onderweg naar Blauwhoed en we gaan zo Philippe Smits welkom heten in de kever om achter het stuur te kruipen. En dan komt natuurlijk altijd mijn vraag, Thomas, wat weet jij over Philippe? Nou ja, allereerst een inspirator, altijd redenerend vanuit het team. Ja. En een bedrijf dat ouder is dan 400 jaar. Ja, ik denk dat deze man echt paard en wagen kan digitaliseren. Nou, ik ben zeer, zeer benieuwd. Welkom in de kever. Ja, dankjewel. We hadden een paar etappes geleden Bianca Sekelis in de kever van Era Contour. Ja. En toen we haar vroegen van wie mag er dit seizoen niet ontbreken achter het stuur, toen zei ze meteen... De eerste die mij echt meteen te binnen schiet is Philippe Smits. Ja, die is echt van digitalisering en die is... je moet hem echt hebben. Dus we zijn erg benieuwd, wat houdt je vandaag de dag bezig met Blauwhoed en innovatie in de vastgoedsector? Ja, wat mij voornamelijk bezighoudt is kijken hoe je toch voorop kan blijven lopen in de rat race die natuurlijk gaande is binnen vastgoed. Ja. Dus we zien natuurlijk de digitalisering oprukken. En de vraag is hoe je als vastgoedsector daar nou mee omgaat. Nou ja, dat is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Een groot onderdeel bij ons is data en dergelijke. We hebben ook een datamarketeer twee jaar geleden voor aangenomen. En we zijn aan het kijken hoe die data ons weer verder kan helpen in de toekomst, met name data mining. Data voorspelbaarheid. Kan die data ons gaan helpen om te voorspellen waar mensen willen gaan wonen, waar mensen willen gaan verhuizen? Welke drie tips zou je ontwikkelend Nederland meegeven in die beginfase? Ja, het begint met het omarmen. Ik zie nog veel toch een beetje van je afduwen. Maar de laatste tijd is iedereen wel van overtuigd, zeg maar, dat dit niet meer te stoppen is. Als je het niet omarmt, dan ben je eigenlijk een dode opgeschreven. Zorg dat je mensen om je heen verzamelt die eigenlijk niet uit de branche komt. Onze datamarketing komt niet uit onze vastgoedbranche. Nee. En zorg dat de mensen daaromheen kunnen snappen en begrijpen wat die data precies voor hun kan betekenen. Als het gaat om datamining waar jullie nu mee bezig zijn, dan zit je heel erg voor in het ontwikkeltraject. Als je richting de daadwerkelijke bouw van projecten kijkt, wat zijn dan innovaties waar jullie je mee bezighouden? Nou, dat heeft met name ook met de productinnovaties te maken. Dus wat wij eigenlijk willen is dat we eigenlijk vinden dat we hetgene wat we opleveren als gebouw of als woning beschamend een heel dom product vinden. He, dat staat daar, maar over 30 jaar staat het nog steeds en heeft dezelfde eigenschap als het goed is. Ja. Uiteindelijk is het niets vernieuwend. Mijn droombeeld is dat ik een huis kan kopen die elke dag efficiënter, beter en slimmer wordt. He, dus die geüpgraded kan worden per dag. Zoals tegenwoordig ook auto's kunnen geüpgraded worden. Hè? Dus die worden comfortabeler, worden zuiniger. Op dit vlak kijken jullie daar ook naar van, goh, wat gebeurt er buiten onze branche? En hoe kunnen we daar partijen en mensen in vinden die ons daar verder in helpen? Ja, zeker. Wat we hebben gedaan is, we hebben met een extern bedrijf dat uit de filmindustrie komt, hebben wij samen een co-creatie management tool ontwikkeld. Okay. Die uniek is in Nederland, waarin we onze medewerkers een handvat geven hoe zij op welke manier, op welke plek kunnen gaan co-creëren. Want uiteindelijk hebben we zoveel mogelijk buiten het vastgoedbranche gezocht om ons daarbij te helpen. Omdat we ook zien, zeg maar, dat er buiten de vastgoedbranche op een andere manier gedacht kan worden dan we toch met elkaar in die vastgoedbranche allemaal aan het denken zijn. Ja. Ja. Wie mag er niet ontbreken achter het stuur van deze kever? Tag zijn of haar naam onder dit filmpje en wij gaan hem of haar uitnodigen in de kever. We staan op een heel bijzonder punt. Kun je nog even kort toelichten waar we ons bevinden? We bevinden ons in Rotterdam, ja. Op het Mullerhoofd. Dat is de kop van de Mullerpier aan de Maas, direct aan de Maas.
Daar zijn we een project aan het realiseren. Create heet dat. En dat is een plek waar we eigenlijk in de stedenbouwkundige opzet een hele hoge toren hadden kunnen neerzetten. Die stond er in principe ook. Maar in de crisis kwamen we erachter dat enerzijds het risico natuurlijk veel te hoog was en te ingewikkeld werd. Maar anderzijds ook de marktvraag op die manier niet werd bediend. Dus vanuit de data mining en dergelijke zijn we gaan kijken. Hier bleek dus dat gezinnen op die kop heel goed zouden kunnen gaan wonen en gaan functioneren. Waarbij wij uiteindelijk voor hebben gekozen om dus in co-creatie kavels uit te geven en met elkaar dan uiteindelijk hun eigen woning te gaan ontwikkelen. Ja. En schuin tegenover, als je achter ons kijkt, zie je het Blauwoude Veem Pakhuis Sint Job in Rotterdam. Zoals je weet bestaan wij nu ongeveer 401 jaar, zijn we in 1616 opgericht. Dus je hebt hier een deel geschiedenis van Blauwoud en Blauwoude Veem. En je hebt hier het allernieuwste van Blauwoud in co-creatie op dit moment. Ja. Dat natuurlijk roept om de vraag. 400 jaar oud, maar geen traditioneel bedrijf. Zeker niet. Nee. Als de een weet hoe wij moeten veranderen, dan denk ik dat Blauw het wel is. Ja. We hebben heel veel dingen die we deden, doen we allemaal niet meer. En wat we doen, doen we op een hele andere manier. Dus we hebben eigenlijk een totale transformatie van het bedrijf neergezet. En we werken veel met start-ups. Hè. Dus we kijken hoe die start-ups complementair aan ons kunnen zijn. Start-up heeft meestal een heel goed idee, maar kan geen businessmodel maken. Heeft niet het netwerk, niet de marketingmachine. En vaak ook niet het geld om iets te organiseren. En dat hebben we allemaal wel. En in die combinatie van dat hele slimme idee in samenwerking met ons kan dat tot een heel mooi concept leiden. Wat is daar nou een bouwfactor waarvan je zegt, nou die moet iedereen weten voordat hij met een start-up gaat co-creëren? Nou ja, enerzijds start-up, maar anderzijds ook met een heel groot bedrijf. Dus we hebben eigenlijk twee voorbeelden die wat mij betreft gewoon mislukt zijn. Het ene is de samenwerking met Samsung. Ja. Een heel groot concern waarbij we uiteindelijk die woning wilden maken die elke dag geüpdate werd en uiteindelijk je telefoon de afstandsbediening van je leven zou weten. In de samenwerking van het hele grote concern wat een tanker is, hebben ze niet letterlijk een boot voorbij gegaan die heel langzaam kan bewegen. Ja. En ons speedbootje wat ik met mijn bedrijf heb gecreëerd, ja, die combinatie die ging op een gegeven moment scheef. En zij moesten in een bepaald systeem werken waar wij natuurlijk eigenlijk systeemloos willen werken. Ja, en dan houdt het op. Ja. Nou, dan moet je ook zo ver zijn om te zeggen, want dit is mislukt, dan trek je de stekker eruit. En we hebben ook een samenwerking gehad met een start-up. Daar hebben we een online platform zijn we gaan bouwen, crowdbuilding. Wij waren de investeerder in deze. Maar na 2-3 jaar een soort van dipje komt waarbij je uiteindelijk weer een nieuwe investering moet doen. En toen bleek ook eigenlijk dat de visie van de start-up en Blauw wat uit elkaar ging lopen. Naast het feit dat we langzaam werden ingehaald door de markt. Want de markt begon langzaam aan te trekken. Dus ja, wat kan je daarvan leren? Enerzijds heel groot dat een tanker met een speedboot heel lastig te combineren is. Ja. En dat je anderzijds met een kleine start-up heel goed die markt in de gaten moet houden. Dus dat je constant voorop blijft lopen. En dat je dus niet ingehaald wordt door de markt. Ja. Ja, en dat in beide gevallen dus het team, de mensen essentieel zijn. Essentieel. Kleerscheuren horen erbij, maar dan is het natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Wat is het allermooiste wat Blauwhoed gemaakt heeft? Ik denk dat het allermooiste wat Blauwhoed gemaakt heeft is, denk ik, ik heb natuurlijk heel veel projecten genoemd. Uiteindelijk is de basis van al die projecten is natuurlijk het bedrijf. Ik denk dat we heel trots en blij mogen zijn met het bedrijf zoals het er nu voor staat. En met name de mensen waar ik mee mag samenwerken. Dus het grootste succes, want ik denk wat we met elkaar hebben gedaan, is het bedrijf zo georganiseerd te krijgen dat het een complete pannenkoek bij ons is. We hebben eigenlijk geen managers meer in dienst, we hebben het compleet on-managed. Om te zorgen dat eigenlijk iedereen van de secretaresse, de administrateur tot de ontwikkelingsmanager en mensen van de Blauwoud Studio en de directie ondernemend kunnen zijn in ons bedrijf. Philippe, dit seizoen in onze roadtrip, als het gaat om digitalisering en innovaties in de vastgoedsector, zijn we op zoek naar vragen waar we echt dit seizoen antwoord op moeten vinden. Wat is zo'n challenge waarvan jij zegt, die wil ik erin gooien? De vastgoedmarkt is natuurlijk herkenbaar en kenbaar vanuit zijn traditioneelheid. Hoe kunnen we nou de woningmarkt toekomstproef maken met technologische innovaties vanuit het buitenland? Wie kan ons daar antwoord op geven in deze keten? Dat is Boris Genau van Fundament. Boris, aan jou de uitdaging. Superleuke etappe. Ja. Liep, thanks. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank. Ja. Hartelijk dank. Thanks.
Geen aflevering missen van deze trip? Abonneer je dan nu. En je mist nooit een nieuwtje.